Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Een drama wat ons in heel het land wakker geschud en onthutst heeft. De route klopt niet. Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben geknoeid, dan is dat werelddienst. Mannen in witte pakken. Ik heb meer dan 300 mensen in de Bijlmer die ziek zijn. Weet je zeker dat je die strijd aandurft? De luchtvaartwereld, Den Haag. Je hebt wel tegenstanders uitgekozen. Het gaat over mensen. Ze moeten ons vertellen wat er in dat vliegtuig zat. De serie Rampvlucht vanaf donderdag 29 september op NPO 1.